Okay. Nou, is er één ding in het leven, in ieder geval één ding dat zich niet in een schemaatje laat persen. En dat ding heet kinderen. Ja. Daar kun je niks aan plannen. Nee. Je kan het proberen, maar je hebt het niet in eigen hand. Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan? Wij kwamen voor de uitslag van dat onderzoek. En eigenlijk, en dan, ik vind dat ook wel heel goed hoor, maar die twee radioloog en een neuroloog zaten daar. En ik denk in de eerste 5 minuten werd er gezegd, ja, we kunnen er omheen draaien, maar wij raden het ten zeerste af dat jij zwanger wordt. Het kan wel, maar we raden het heel erg af. Omdat het gewoon, de situatie binnenin is in dermate risicovol, dat als jij zwanger zou worden en nou ja, met baarmoeder en dikke buik en zenuwen en bloedvaten in de knelling of bekneld zou kunnen raken, dan zijn er zoveel risico's aan verbonden voor jou en voor het kind, dat wij dat niet kunnen overzien. En dat is misschien, dat was, nou ja, bedoel, boom. Weet je, ga daar maar even mee om. Ja, je begrijpt natuurlijk waar ik naartoe ga. Hoe is het dan voor jou op zo'n moment suprem om niet in control te zijn? Ja, ik weet niet of het woord hier kan zeggen, maar ik vind het K. Ja.